Mijn naam is Richard van Kraai, founder, spreker, trainer van Sales vanuit je hart. Daar heb ik een boek over geschreven en dat gaat over klantbetekenis. De belangrijkste tip die ik kan geven om Sales vanuit je hart toe te passen, is om los te komen van wat ik noem het salesharnas. Je ziet toch dat veel mensen, vooral die geen salesbedrijven, het idee hebben dat het een soort gevecht is tussen jou en de klant. Terwijl wanneer je dat harnas zou uittrekken, trouw blijft aan jezelf. En vanuit daar met ambitie oprecht het klantcontact opzoekt, je vaak veel meer kunt dan je in eerste instantie denkt. Zeker als je ook minder nadenkt. Dus het is vooral veel doen vanuit gevoel en wat minder nadenken over de structuur van hoe sales zou moeten zijn. Mijn tweede tip gaat over loyaliteit. Als je kijkt naar hoe ik sales zie, dat gaat over klantbetekenis, dan zou de norm moeten zijn dat je echt van betekenis bent voor een klant. Als je echt van betekenis bent, dan kun je er ook voor zorgen dat de klant loyaal aan jou wordt. Die voelt zich meer verantwoordelijk voor hetgeen wat hij koopt bij jou, waardoor er ook veel meer een co-creatie ontstaat dan sec een platte transactie. En ook als je kijkt naar de grote bedrijven die het goed doen, die zitten allemaal veel meer op loyaliteit dan dat ze puur op de transactie zitten. Als je op loyaliteit wil zitten, is het wel belangrijk dat ik ook echt weet met wie ik zaken doe. Dus zorg dat je altijd een heel erg goed verhaal hebt over wie je bent, waarom je het doet en waarom die klant voor jou zou moeten kiezen. De derde en laatste tip die ik kan geven is de beeldvorming rondom sales veranderen. Vaak hebben we toch het idee rondom sales dat het een kat- en een muisspel is om zo snel mogelijk tot een transactie te komen. Een metafoor die ik gebruik om te laten zien dat het ook anders kan, is het verjaardagsfeestje. Iedereen wordt wel eens uitgenodigd voor een feestje. Dit is iemand die een warm hart toedraagt. En uiteindelijk besluit je naar drie winkels toe te gaan om een cadeautje te kopen. Je hebt drie winkels bezocht en je geeft veel meer geld uit dan je in eerste instantie van plan was. En de jarige zegt s'avonds tegen jou, dit is met afstand het leukste cadeautje wat ik vandaag gekregen heb. Wat bij mij de gewetensvraag oproept, voor wie heb je het gedaan? He, voor de jarige of voor jezelf? Dus soms kun je meer bezig zijn met echt betekenis geven, het rendement wat verder wegleggen, niet bezig zijn met de transactie, maar uiteindelijk krijg je dan toch wat je verdient als je de anderen blij gemaakt.